Dit is Drenthe Nu van dinsdag 27 september. Met vandaag zorgen bij pluimveehouders na vogelgriep bij pluimveebedrijf in Nieuw-Weerdingen. Nieuwe ontsluitingsweg moet vrachtverkeer uit Coevorden weren. En de ondanks regen en kou flinke handel op Rodermarkt. Hierachter is de golfbaan in Assen. En door is niet zo heel druk vandaag. Want misschien lekt het nou wel aas, maar het was regenachtig troef. En dat weet toch liever niet, hij gaat golven. Meer over het weer, straks naar het Nijs. Goedenavond. Een groot drama voor een pluimveehouder in Nieuw-Weerdingen. Op zijn bedrijf heerst vogelgriep. Ruim 200.000 vleeskuikens zijn vandaag geruimd. En daarmee is het een van de grootste uitbraken tot nu toe in Nederland. Het is de grootste nachtmerrie van elke pluimveehouder. Je levenswerk plotsklaps tot stilstand zien komen en je beesten geruimd zien worden. Volgens LTO Noord komt er veel op de getroffen pluimveehouder af. De dieren worden gedood, die worden afgevoerd. Vervolgens worden de stallen zo goed mogelijk ontsmet met alle, in eerste instantie nog met mest en dieren erin. En daarna wordt dat allemaal afgevoerd en worden de stallen 2 keer schoongemaakt en volgens mij 3 keer ontsmet. Dus dat is nog wel een heel circus op dat bedrijf. In de afgelopen weken werd de vogelgriep vastgesteld bij 7 andere bedrijven. Onder meer in Gelderland, Groningen, Overijssel en Friesland. In totaal zijn er in september meer dan 620.000 dieren afgemaakt om verdere verspreiding van de vogelgriep te voorkomen. Ja, welkom op mijn bedrijf. We hebben hier 15.000 vleeskuikens. Dat is voor de sector natuurlijk een vrij klein bedrijf, maar daar hebben wij een oplossing door gevonden om door deze stal in te richten als proefstal. En daardoor heb ik nu ook toch nog een goed bestaansrecht. Het bedrijf van Gorkum zit samen met 5 anderen binnen 3 kilometer van de pluimveehouder in Nieuw-Weerdingen. Die vallen onder verscherpt toezicht en afhankelijk van wat voor pluimveesoort je hebt, mag je geen pluimvee aanvoeren en afvoeren. En consumptie-eieren mag je na een dag of 10 weer afvoeren en broedeieren duurt nog langer om weer af te mogen voeren. Dus die bedrijven die zijn hevig geraakt. Want dat betekent dat ze wel al hun kosten doorgaan, maar hun opbrengsten die liggen tijdelijk stil. De NVWA is hier geweest en heeft van 20 kuikens hebben we keel- en cloaca-swaps genomen. En die gaan ze onderzoeken op aanwezigheid van virus. Van Gorkum ziet het onderzoek met vertrouwen tegemoet. Al vraagt hij zich wel hardop af hoe de vogelgriep te stoppen is. Degenen die in de stal moeten zijn, die gaan zich douchen. Er wordt 3 keer van schoenen gewisseld voordat je bij mij bij de kuikens komt. Bedrijfseigen kleding moet je binnen aan. Dus niet de kleding die ik nu aan heb, maar ik kleed me ook voor in de stal nog weer een keer om. Voordat ik bij de. Ja, al dat soort maatregelen. Hoeveel meer kunnen we nog doen? De pluimveehouder heeft goede hoop dat er snel een vaccin is tegen het virus. Ik heb gelezen dat de eerste proeven in Nederland lopen. In Frankrijk worden proeven gedaan met vaccineren van eenden. Dus er worden proeven gedaan. En dan is het zaak aan de EU en aan de WHO om ook te zorgen dat er geen handelsbelemmeringen komen. En dan kunnen we denk ik met z'n allen gaan vaccineren. Dat vaccin komt voor deze getroffen pluimveehouder te laat. Voor nu is het vooral afwachten op wat er de komende weken in de buurt gebeurt. Een stuk minder vrachtverkeer straks in Coevorden. Daar wordt nu hard gewerkt aan een ontsluitingsweg naar het Leeuwerikkenveld. Moet een uitkomst zijn voor veel grote bedrijven die daar nu toch een beetje weggestopt zitten. Bij deze alvast een stukje verkeersinformatie, want zo moet je straks rijden naar industrieterrein Leeuwerikkenveld. Daar wordt nu gewerkt aan de ontsluitingsweg. Vooral vrachtverkeer hoeft dan niet langs deze route, maar kan via deze afslag meteen het bedrijventerrein bereiken. De bedrijventerreinen, dus zowel hier Leeuwerikkenveld als verderop Europark, daar komt nogal wat vrachtverkeer en dat moet allemaal door de stad. Ja, zowel voor de inwoners van de stad als voor de bedrijven is het natuurlijk veel beter om daar een directe aansluiting voor te hebben. Momenteel is de ligging van veel bedrijven, zoals een groot nieuw distributiecentrum, niet gunstig op het Leeuwerikkenveld. Per dag krijgen we ongeveer 40, 50 vrachtwagens aan de dak. En 's avonds natuurlijk al onze uitgaande zendingen, wat 's avonds en 's nachts wordt geladen. Dus enorm veel vrachtverkeer. Dat moet allemaal nu door Coevorden en vooral ook heel veel binnendoorweggetjes. De gemeente had de grond een paar jaar geleden verkocht aan het distributiecentrum, maar kon het voordelig terugkopen. Want iedereen heeft er baat bij. Als je kijkt naar rondom ons heen, heel lang heel veel grond braak gelegen. Omdat we vooral achter op het industrieterrein zitten. Wij hebben ervoor gekozen al jaren terug. We gaan toch maar hier op locatie zitten. En dan met de gemeente in overleg, hoe komen we dichter bij de N34. Aan het begin van volgend jaar moet je vanaf de afslag Klooster rechtstreeks het bedrijventerrein op kunnen rijden. En daar blijft het wat de gemeente betreft niet bij. Er zijn grote plannen om de weg vervolgens nog verder door te trekken tot aan de andere kant van Coevorden. Ja, dan is de bedoeling dat we verder gaan. Maar ja, daar moeten we in ieder geval een flink viaduct voor gaan bouwen. Want we moeten over twee kanalen heen en over het spoor. En dan willen we eigenlijk verder richting het Europark. En dan de rondweg die we in noordelijke, of aan de noordzijde al hebben, willen we ook in de zuidelijke zijde aanleggen. Ja, dan hebben we denk ik een hele mooie rondweg rondom Coevorden. Ja, en dan is het dus echt een rondweg. Dan is het een rondweg die helemaal rond is. Het Full Color Festival in Emmen stopt ermee. Na 27 edities gooit de organisatie Stichting Earth de handdoek in de ring. En sinds corona is het steeds moeilijker om standhouders te vinden voor de markt bij het festival. En daardoor dreigen de inkomsten de komende jaren af te nemen. Ook is het doel van het Full Color Festival volgens Stichting Earth steeds minder actueel, omdat de multiculturele samenleving geïntegreerd is in onze huidige maatschappij. In de hoogtijdagen trok het evenement tussen de 15.000 en 20.000 bezoekers naar de binnenstad van Emmen. Als ouderen gezellig bij elkaar wonen op een boerenerf. Dat kan straks vlakbij het dorp Zeijen, dankzij het woonproject Huis te Zeijen. Een initiatief van twee 55-plussers met een voorliefde voor het platteland. Nou, ik wil hier wonen. Hè? Daar, deze. Ja. Oh, ja. Mooi tussen de mensen, met toch nog wel een beetje uitzicht. Al 20 jaar bewonen Bert Padhuis en Marja Takens, even buiten Zeijen, een woonboerderij met eromheen een enorme lap grond en schuren. Na jaren getouwtrek hebben ze eindelijk groen licht voor een bijzonder woonproject in het buitengebied. Wij gaan hier 16 woningen realiseren, geschikt voor senioren. En dat doen wij op een locatie waar al het Huis te Zeijen staat. Boerderij, dat wordt een ontmoetingsplek voor iedereen. Daar kunnen mensen met elkaar gebruik van gaan maken. En wij realiseren daarnaast nog 8 bed and breakfast plekken. Dan kun je ook zeggen van, dat zijn zorglogies. Want ja, daar kunnen mensen tijdelijk verblijven. En in de boerderij komt een zorgsteunpunt voor de thuiszorg. Met Huis te Zeijen sorteert het beheerderspaar alvast voor op hun eigen oude dag. Nou, wij zaten hier met vrienden achter het huis. En wij zeiden, als wij later oud zijn, hoe willen we dan wonen? Dan willen we eigenlijk met elkaar wonen. Want de kinderen kunnen niet voor ons zorgen. En wij wonen hier nu met z'n tweeën in deze grote boerderij. Dus wij zeiden tegen elkaar, waarom zouden we wachten? We gaan nu daarmee beginnen. Nou, hier zijn we dan op locatie. Hier zie je een oude schuur, dat is de feestzaal. Daar komen een aantal appartementen in. En dan zie je hier aan die kant een groene schuur, die gaat helemaal weg. En zo kom je rondom die 16 woningen. En de boerderij die daar staat, dat wordt de ontmoetingsplek. Mensen wonen hier met elkaar samen. Hè? Dat is de bedoeling. En dan denk ik ook van, dat als mensen hier dan wonen, dan is er altijd wel iemand die omdenkt. Hè? Dus hier hoef je niet te vereenzamen als je dat niet wil. Het is de 4e dinsdag van september en dus tijd voor de Rodermarkt. Die begon vanochtend al vroeg met de paardenmarkt in het centrum. Paardengetrappel, handjeklap en keiharde pegels. Het mag duidelijk zijn, de paardenmarkt in Roden die leeft. Handelaren uit de regio waren er vanochtend weer vroeg bij en met 217 paarden was er een ruim aanbod. Het enige dat de organisatie niet in de hand had, was het weer. Het is weer hartstikke druk. Er komen een hoop mensen uit het dorp ook even kijken. Ze willen toch allemaal even de geur van de paardjes weer ruiken. Ja, en dat is gewoon waar we het voor doen met elkaar. Ja. Maar ook de paardenhandel heeft last van de inflatie. Ze zijn heel veel duurder geworden op papier. En ze worden verkocht op internet. Ja, dat is niet relevant meer. Daar kunnen we niet voor rijden. Ja, hier zijn de prijzen nog normaal? Dat denk ik, ja. Ja. Heeft u al wat gevonden? Nee, nog niks. Nee. Ik loop wel wat te zoeken, maar ja, als er niks bij staat, houdt het op. Dan is het meer een mensen, maar het contacten. Ja, toch? Volgens deze twee experts loopt er genoeg moois tussen. Ja, zat. Maar ja, dat weer, jongen, het toont niet, hè? Er stond een beetje schijn, dat scheelt de helft. Ja, dat scheelt de helft. Ondanks het slechte weer beleeft de horeca een goede feestweek. Gezellig, druk. Wij vernemen wel na de corona dat mensen niet meer in de nachten zo lang doorgaan. En dat vinden wij niet zo erg, want wij pakken het eigenlijk altijd wat meer overdag, begin avond. Ook de Warenmarkt had te kampen met het slechte weer. Maar dat mocht de pret niet drukken. We moeten er het moois van maken. Rodermarkt is er weer, geluk en na 2 jaar weer mogen we weer staan. En we maken er een mooi feestje van. Na coronatijd ziet de KNVB een explosieve stijging van incidenten in de voetbalstadions. Van oerwoudgeluiden tot vuurwerk en van biergooiers tot veldbestormers. Maar hoe gedragen supporters van FC Emmen zich? Voorbeeldig. Ik denk dat wij een voorbeeld zijn voor heel Nederland. Dat zegt supporterscoördinator André van der A. Iedere betaald voetbalorganisatie moet van de KNVB een supporterscoördinator en een veiligheidscoördinator hebben. Zij moeten tijdens de wedstrijden wangedrag op de tribunes signaleren. Nou, dit is dus de commandoruimte van Oude Meerdijk. Hier aan deze zijde zit altijd de politie van ons, de VC van de veiligheidscoördinator van de politie. En dit is de zijde, er zitten altijd de mensen die de camera's bedienen in het hele stadion. Dus de veiligheidscoördinatoren, zowel van FC Emmen als van de bezoekende club. En zij kennen doorgaans dus rustige dagen aan de Oude Meerdijk. Nou, wat zijn problemen? Kijk, je zit natuurlijk met stadionverboden. Daar zit een hele gradatie in natuurlijk. Stadionverbod is wel een stadionverbod. Maar wat heb je dan? Wat was jouw gedrag? Waarom dat je gekregen hebt? Kijk, bier gooien, nou ja goed, dat weet iedereen. Daar krijg je ook een stadionverbod inmiddels voor. Maar, en daar zitten ook de meeste stadionverboden in bij de FC Emmen. En gelukkig niet met geweld of andere problemen die wij hebben. Totaal niet zelfs. Gemoedelijk en positief, dat zijn de sleutelwoorden binnen de stadionwanden. En dat is ook terug te zien in het aantal stadionverboden van FC Emmen supporters. 10 tot 12. Nou, dat is minimaal. En dat zeg ik, als je kijkt waarvoor ze hebben gekregen. Ja, dat is gewoon het bier gooien. Nou ja, goed, ja, het hoort erbij, maar voor mij niet zo'n groot issue dan als je geweld gebruikt bij een voetbalwedstrijd. Kijk eens, wat een feest. Toch is er één incident waar de supporterscoördinator van FC Emmen nog steeds werk van heeft. Al kunnen supporters ook dan op Van der A rekenen. Daar hebben we dus inderdaad nog wat drukte mee. We proberen daar de goede weg in te zoeken om de supporters wel te ondersteunen, om ze te helpen, om te kijken dat wij hun stadionverbod zeg maar, nou, we kunnen halveren. En misschien nog wel meer, want dit was natuurlijk buitensporig wat wij daarvoor gehoord hebben. De KNVB publiceert in oktober een rapport over de stadionverboden, maar dat zal volgens Van der A dus niet veel om het Drentse lijf hebben. Het nadeel van dagen als vandaag is, je kunt een nat pak houden. Maar een voordeel? Dit soort luchten. Prachtig. Vanavond en vannacht kan er nog af en toe een bui vallen, maar er bent ook opkloring. En in die opkloring kan het afkoelen tot een graad of 5. Fris hoor. En er kan wat nevel ontstaan. Er is morgen een afwisseling van buien, opkloring en dit soort prachtige wolkenluchten. En het wordt een graad of 13. In de loop van de dag neemt de buien af. Het wordt een rustige nacht en avond. En ook dan koelt het weer af naar een graad of 4. En ook dan kan er wat mist of nevel ontstaan. Kijken we nog even naar de dagen erop, dan lijkt die weersverbetering zich op donderdag en op vrijdag deur te zetten. Het is grotendeels droog. Donderdag wordt een graad of 14 en vrijdag 15, misschien wel 16. De wisselvalligheid keert dan in het weekend weer terug. Tot morgen. Ellie, dankjewel. En dit was het. Meer nieuws vind je natuurlijk op de app en site. En daar lees je onder meer over een hovenierssoap in Peize. Een conflict over overlast wordt voor de derde keer aan de rechter voorgelegd. Voor nu, heel fijne avond gewenst en heel graag tot morgen.